on the back, look like Matt sitting on 28. Nah, you can't get it if you ain't got plenty cake. Ja, hier is Vissy weer. En vandaag weer een nieuwe Q&A hier op mijn kanaal. Vergeet niet alvast natuurlijk dat blauwe duimpje achterlaat voor mij, want dat steunt mij enorm natuurlijk. En heb jij een vraag aan mij die nog niet gesteld is? Laat het dan even vooral even achter. Mag van alles zijn, je mag in principe alles gewoon aan mij vragen. En ik zal het ook dan natuurlijk beantwoorden. In ieder geval, de bedoeling is gewoon elke week een Q&A op zondag om 7 uur 's avonds. En dit keer alweer deel nummer 14 geloof ik uit mijn hoofd. Op de achtergrond zien jullie een keertje geen Call of Duty gameplay. In principe wil ik graag ook namelijk elke dag Battlefield Hardline uploaden. En vandaag ga ik het zo druk ook natuurlijk met mijn Engelse kanaal. Zoals jullie weten zou ik een Engelse kanaal gaan beginnen. Die is dus ook vandaag officieel gestart, zeg maar, Fishplays. Mijn eerste video staat online, mijn trailer. En ik hoop dat jullie dat ook nog eventjes willen bekijken. Dus ik zet in ieder geval even een link in de beschrijving, even een annotatie, eventjes ernaartoe natuurlijk. En dan gaan we een nieuwe hoofdstuk tegemoet, zullen we zo maar zeggen. Ik speel hier trouwens op de map Hollywood Heights. En ik speel hier met de G36C. En ik haal hier uiteindelijk 27-10. En ik weet niet of dat echt heel erg goed is. Maar het ging wel lekker. Ik weet het niet eigenlijk. Ik vind het wel lekker voor op de achtergrond, zal ik het wel zeggen. Dus in ieder geval als het een live potje zou zijn, zou ik het zeker gebruiken natuurlijk. We gaan even over naar de vragen, want het is niet zo'n hele lange gameplay en ook niet zo'n hele lange Q&A vandaag. De eerste vraag is van WWE22IFI. En volgens mij heb ik al eens een keertje eerder een vraag met een beantwoord, want het is een hele erge rotnaam. Dus ja, Q&A. Ben je ooit naar een voetbalwedstrijd geweest? En dat ben ik zeker geweest. Ik ben een paar keer naar Ajax geweest. En voor mij heb ik een keertje een oefenwedstrijd gezien. Ajax Gremio. Ik ben een keertje naar een Champions League voorronde wedstrijd geweest. Ajax tegen Dynamo Kiev, geloof ik. Dat was ik met Paul samen. Een keertje naar Ajax Twente ben ik geweest. En nog wat andere wedstrijden. Ik weet het even niet uit mijn hoofd. Ik ben ook naar een wedstrijd van twee wedstrijden van Nederlands elftal geweest. Gewoon kwalificatiewedstrijden. Ook superleuk. En volgens mij ben ik een keertje in het buitenland een keertje daarna een wedstrijd geweest. Waar ik toevallig was en zo. Dat vond ik ook wel leuk. Een keertje om daar kijken hoe dat daar ging. Dat was in de tweede divisie geloof ik van Oostenrijk of zo. Dus niet heel veel bijzonders. Maar het was in ieder geval leuk om dat mee te maken, zeg maar. Dus ik ben eens een keertje naar een voetbalwedstrijd geweest. En van Ajax natuurlijk het meeste. Maar ja, dat komt natuurlijk omdat ik gewoon in principe voor Ajax ben. Nationaal gezien, hè. Vraag van Fissionator Fan NL. Q&A. In wie heb jij het meeste vertrouwen? Treyarch, Sledgehammer of Infinity Ward? Infinity Ward. Lekker, Chris. Ik moet je eerst zeggen, hè. Het probleem is eigenlijk dat ze allemaal al wel goede dingen hebben en allemaal wel wat mindere dingen. Laat ik gewoon zo zeggen. Ik denk dat het nog steeds is. Nog steeds het beste zou zijn als ze gewoon alle dingen gaan combineren van alle Call of Duty's. En daar gewoon het beste van gebruiken. Kijk, nu komt er een nieuwe COD natuurlijk van Treyarch. En in principe, Treyarch is in principe zit niks mis mee gewoon verder. Al vind ik de hit detection van de Black Ops serie vind ik een beetje minder. En daarnaast vind ik het ook jammer bijvoorbeeld dat er niet in de Black Ops serie bijvoorbeeld een Nuke of Moab of Camstrike, weet ik veel wat je wil hebben, een DNA-bom voor mijn part. Dat zit er niet in. En ook geen specialist. Dus ik hoop dat ze dat wel erin gaan doen. In principe mogen ze dat, als het goed is, zover ik het gehoord heb, mogen ze dat ook gewoon gebruiken, dat soort dingen. Dus het is niet zo dat bijvoorbeeld de ene, Sledgehammer gebruikt, Sledgehammer en Infinity Ward gebruiken. Specialist. En dan mag Treyarch dat niet doen. Dat mag dus wel. Hè? Dus in principe, ik zie liever een combinatie van alle bedrijven. En dan bij wijze van spreken één keer per twee jaar een nieuwe Call of Duty. Als het maar gewoon, weet je, gewoon goed is. En gewoon leuk is. Ik heb er nou alweer zin in een nieuwe Call of Duty. En het moet nog een half jaar met Advanced Warfare doen, zeg maar. Dus ja. Moet nog eventjes doorbijten voor sommige mensen. Gaming Crew NL vraagt aan mij. Q&A, waar speel je het liefst op?
PS4 of de Xbox One? En ik heb volgens mij al eerder die vraag beantwoord en dat maakt ook even niet uit. Sommige vragen zullen ongetwijfeld wel eens een keertje dubbel beantwoord worden. Ik wil zelf liever op de Xbox One, maar dat is alleen puur door de controller. Nou, de Xbox One controller vind ik gewoon lekker en ik ga het nog een keer laten zien. De stickjes zijn gewoon, ja, voor mij gewoon ideaal, zeg maar, in de hand liggend. Kijk zo, ja, ik kan het zo laten zien, denk ik. Zo vind ik het gewoon, ik weet niet, voelt natuurlijker aan. De PlayStation, hè? Ik heb natuurlijk ook een PlayStation 4. Ja, ik vind het zo, dit, een beetje met mijn handen, ik ga dit doen, zeg maar. Ja, ik weet het niet, ik vind het niks eigenlijk. Terwijl bijvoorbeeld, ja, tot nu toe het netwerk van, tenminste, ik vind de, nou, ik vind het eigenlijk wel bij, ja, een beetje redelijk. Ja, het is, ik vind alleen de Xbox One qua Xbox Live, zeg maar, gewoon wel een beetje tegenvallen. Want ik vond de Xbox op de Xbox 360 vond ik het een stuk beter. Dus ja, dat vind ik wel gelijkwaardig. Maar echt, voor mij, kop en schouders gewoon de controller. Eigenlijk, dat is het grote verschil eigenlijk. Gaan we naar de volgende vraag heen. Ja, van Jelle Huygens. Jelle Huygens. Q&A, wat is je favoriete darttoernooi op het WK na? En wie was je voorbeeld toen je begon met darten? Mijn voorbeeld was natuurlijk toen de tijd, want ik ging darten in 1999. Remo van Barneveld natuurlijk. Die was natuurlijk wereldkampioen geworden. Mijn favoriete darttoernooi naast het WK. Hè? Je hebt natuurlijk twee WK's. Je hebt het WK van de PDO en van de PDC. Voor de mensen die het weten. Ik vind zelf de Premier League vind ik het leukste darttoernooi eigenlijk. Ook omdat het gewoon elke week ergens anders is. Dat ten eerste. En het is natuurlijk gewoon echt de top 10. In principe de top 10 beste darters van de wereld strijden daar tegen elkaar. Dus het is eigenlijk gewoon elke wedstrijd is het gewoon spannend. En het is ook wel grappig eigenlijk dat je het enige toernooi waar je dan in een wedstrijd ook gelijk kan spelen. En dat maakt het ook wel eigenlijk heel erg leuk. En ja, ik weet niet. Ik vind het gewoon het leukste ook om te kijken eigenlijk. Ik kijk het ook in principe elke week via livestream dan. Of gewoon op tv natuurlijk als het op tv is. Dus ja, ik vind dat gewoon het allerleukste. Gaan we de volgende vraag aan Bram Hollemans. En Q&A. Komt er ook PC gaming op je kanaal? Nu een game PC heb. Nou, ik weet niet of het echt een game PC hebt. Maar het is in ieder geval een monster, zou ik het zo zeggen. Het is super snel, ook met render en zo. En nee, dat gaat ook natuurlijk gewoon voor mij. Gewoon, het is wel lekker prettig werken. Misschien wel, ik weet het niet. Ik moet even kijken. Ik heb natuurlijk niet ook Call of Duty bijvoorbeeld op Steam en zo. En ja, dat zou ik ook moeten kopen en zo. En misschien kan ik het wel krijgen hier en daar en zo. Maar ja, het is natuurlijk al lastig. Ik heb natuurlijk gewoon. Sommige Call of Duty's heb ik gewoon op de Xbox 360. Ik heb het op de PlayStation 4. En ik heb het op de Xbox One. Dus ja, om dat daarnaast ook nog te gaan doen. Het is ook natuurlijk weer een kwestie van wennen en zo. En ik weet het niet. Nou kan ik wel dan toevallig een Xbox One controller kan je aansluiten op je PC. Dus dat is misschien wel wat makkelijk. Maar ja, dat kan alleen met de nieuwe Call of Duty's. Dus ja, ik weet het niet. Ik ben niet zo handig, zeg maar, in toetsenbord en muis. Dus ik moet even kijken of ik dat nou ga doen. Ik doe wel in ieder geval af en toe Minecraft, hè, bij Samal. Dus dat is ook PC gaming, zal ik maar zeggen. Denk ik. Hoop ik. Misschien. Ja, toch? Oké. Van Arjan116. Volgende vraag. Nice fish. Baas. Dat ben je ook zeker weten. Q&A. Als je één dag met een willekeurige persoon in de wereld van leven mocht ruilen, wie zou dat zijn? Er is maar één iemand echt met wie ik zou willen ruilen. En dat is Obama. En dat zal iedereen zeggen van, oh, standaard antwoord, bla bla bla. Maar ik ben wel wat benieuwd, hè. Weet je, wat er eigenlijk nu allemaal achter de schermen nou echt gebeurt, hè. Want volgens mij zien wij echt maar 10% van wat er eigenlijk echt in de wereld gebeurt. En ik zou dat wel eens een keertje een dagje willen meemaken eigenlijk. Kijken of mijn vermoedens daarop juist zijn, zeg maar. Want ik weet zeker dat er een heleboel dingen niet naar buiten worden gebracht. Omdat anders gewoon heel veel paniek zou zijn in de wereld. En ik denk dat de gewone bevolking, zeg maar, daar niet tegen kan. Dus ik denk dat ik dat, dat ik dat wel zou willen. Ja, Obama. En het lijkt me natuurlijk gewoon eigenlijk gewoon wel eens vet om gewoon echt in principe de machtigste man ter wereld te zijn. Ja, toch? Nou, ik zie dat de gameplay alweer over is, dus de Q&A is er wel over. Vergeet natuurlijk niet blauw duimpje omhoog te geven. En dan zeg ik natuurlijk voor de mensen die Q&A kijken, tot volgende week. En anders tot morgen weer. Bye bye.